We kwamen er gisteravond achter dat eigenlijk die avond van de verkiezingen alle andere partijen al een soort verbondje aan waren gegaan. Dat bleek gisteren allemaal. En gisteren verklaarden zij publiek elkaar de liefde. Een liefde van de overige partijen die bijna allemaal verloren hebben. En een verklaring tegen de EVB. Met welk gevoel sta je hier dan? Nou, ik ben er natuurlijk bijzonder ontstemd over. Heb ik gisteravond in het debat ook duidelijk laten merken. Er is geen burger die dit begrijpt. De winnaar die mocht het voortouw nemen in de formatie. Dat is gewoon afgesproken voor de verkiezingen met alle partijen. Maar ook gemeengoed in Nederland. Nou, bij zo'n uitslag kun je er eigenlijk helemaal niet om twisten. En hier blijkt gewoon een typisch achterkamertjespelletje te zijn gespeeld. En dan krijgen we dit. Waar gaat het dan mis? Nou, de argumenten zijn gevarieerd. Hè. We hebben te veel campagne gevoerd. Onze manier van politiek bedrijven die staat andere partijen absoluut niet aan. 45% van de kiezers overigens wel. En een aantal andere zaken, een paar dossiers. Er wordt vooral een hoop bijgehaald om dit nu zo te doen. Want ja, die kiezer, 45% van de stemmers heeft op de EVB gestemd. Wat zijn de reacties? Nou, de reacties heb ik al gezien, met name op social media, maar ook hier op de middenbaan en in mijn omgeving. Die begrijpen daar helemaal niks van. Kijk, er is niet door andere partijen voor de verkiezingen gezegd, wij sluiten de EVB uit. Of als u op VVD stemt, dan gaan wij met GroenLinks en de Partij van de Arbeid in zee of andersom. Dat is allemaal niet gezegd. De uitslag is klip en klaar. De grote winnaar, dat zijn wij. Daar zijn we trots op. We willen samenwerken. Wij sluiten niemand uit. En wat krijg je na 2 weken lang om elkaar heen draaien, word je buitengesloten. Belachelijk. Het lijkt bijna een trend te worden, hè? Want in Rotterdam dreigt hetzelfde te gebeuren. Ja, zeker. Daar zie je het ook, dat de grootste partij even niet aan zet is. Overigens is het wel zo dat natuurlijk de zetelverdeling nog wat anders is. Maar inderdaad, een trend waarbij de grootste partij aan de kant wordt gezet. Uit welke hoek komt dit? Ja, dat is moeilijk te vinden. Ik hoorde gisteren een rode draad van irritaties die er zijn. Ik denk vooral uit de hoek van de partijen die toch ook wat moeite hebben met de uitslag. Eigenlijk met de keuze van de kiezer. Ik denk dat daar vandaan komt. Angst, onmacht en dan maar een vlucht in zo'n soort construct. Ja, wat natuurlijk absoluut niks wordt. Men sprak over een bijzondere chemie tussen die 6 partijen waarop men nu denkt met elkaar door te kunnen. Ik ben heel benieuwd, want als ik inhoudelijk naar de programma's kijk, dan is de VVD echt wel heel wat anders dan GroenLinks of de Partij van de Arbeid. En D66 en de SGP die verschillen ook flink van mening. Heeft die chemie niet gezien? Nou ja, een chemie in de uitslag, ja, dat heb ik gezien. Maar een chemie op inhoud, nou, daar ben ik zeer benieuwd naar. En als het toch voor u oppositie wordt? Nou ja, kijk, die 14 zetels die nemen ze ons nooit af. 45% van Barendrecht staat achter ons. En wij zullen in welke rol dan ook maximaal die belangen vertegenwoordigen. En laten zien dat we er voor al die mensen zijn.